Ja, ik heb hier dus echt geen zin in, hè. Want dan zit ik straks weer in een van de advertenties, een beetje zo lomp te lachen voor wat was het, een paperclip-houder? Paperclip-houder. What the fuck is een paperclip-houder? Dat is een nutteloos kutproject. Ja. We kunnen naar 010, ja, lach maar. Ja, maar het is voor een kunstproject, toch? Je moet toch aan je portfolio werken. Kunstproject, hier. Dit sturen ze naar me. Een avant-gardische reality soap die de grenzen opzoekt van de menselijke driften binnen het neoconservatism. En surprise, surprise, geen vergoeding voor exposure. Ja, yeah. Nee, je hebt gelijk ook. Je kan ook beter lekker op de bank blijven zitten bier drinken. In je onderbroekje. Break a leg. Of je nek. Hi, ik ben hier voor de shoot. Shoot? Rens? Yes? Alright. Hey. Ah, kom binnen. Een beetje laat, hè? Als ik ja zeg, doe jij je broek naar beneden. Camera loopt en broek naar beneden. Wat? Hi, Renske. Rens. Rens. Oh, grappig. Ja, godverdomme. Broek uit en jij ook! Het is een artfilm, toch? Wat voor sfeer zoek je een beetje voor die scène dan hebben? Oké, okay, luister, het is heel simpel. Het intro, dat skippen we. Jij met de loodgieter, jij zegt ik ben heel goed in pijpen. Dan zeg jij... Anders ik wel. Precies, en in 3, 2... Ja, maar wacht even. Wat als ik nou... Vet idee. Wat als ik nou binnenkom, dan gewoon... De wasbak, zeg maar, maak. Dan weer wegga. Maar dan met mijn broek aan. Ik ga even een pilletje voor je halen. Komt helemaal goed. Luister. Wat is dit voor vent? Doe gewoon wat hij zegt. Anders wordt hij echt boos, hoor. Ja. Ik kan dat niet doen. Ik heb zeg maar een... Er is nogal een probleem hier. Stel je niet zo aan. Nou vriend, je moet het even zonder pilletje doen. Pilletje wel op. En luister, je hoeft je nergens voor te schamen hoor. Ik bedoel, ik heb wat vaker piemeltjes gezien. Oké, okay. En 3, 2... Kunnen we zeg maar gewoon net even wat anders... Actie! Rechtop. Godverdomme. Rechtop! Ja, we zijn allemaal voetbalfans. Even een statiefje halen. Wow. Shit. Staan blijven, meisjes. Fuck. Fuck. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Eeuw.
En?